heb allemaal verschillende dingen gekocht. Het ruimt allemaal dode vissen. Nou kijk eens, dit is hem. Ja, het is karper. Het is gewoon karper. We hebben er één. Oh, mooi, mooi, mooi. Jenna, dit is een beetje bonus. Ik ga nog geen 5 minuten in. En dat hoort zo met een kromme stok. Yes! Yes! Lekkere karper, jongens. Kijk eens even. Hier zijn al die vissen dood gegaan. Zonde van de vissen. Die zit ik erop. Ik weet niet als ik dit ga uploaden, maar wij druimen allemaal dode vissen. Brandweer is bij. Het is een drama. Er zit nu zuurstof aan het. Het was er net ook nog een brandweer bij. Het is een drama. Waar is de snoep? Hier zo. En door aan de bovenkant. Leg nu een snoepje. Zonde. Zonde, zonde. Brazen? Flappen. Kijk aan die echte groei. Ja, zien jullie nog niet. En daar is de andere kant. Daar zitten ze ook bezig. Die denken nou van nou, wat is dit dan? Ik wil hier ook een keertje gaan vissen, maar wat dit gebeurt dan. Kijk, hier zit gewoon een reiger hier. Die denkt van nou, ik kan die vis pakken. Hier allemaal rijgers. Dat is een zonde van de vis. Daar zitten ze ook bezig. Zonde. Allemaal rijgers. Ja, ja. Zonde. Het is al een tijdje terug dat ik gevlogd heb hier, maar de oorzaak was dat daar een meerkoet zat met een nest en er zaten te veel vissen in deze singel, dus daarom was dat de oorzaak. Het is erg jammer dat dat gebeurd is, maar ja, dat komt ook voor in de singels. Daar zat dus een meerkoet. En ja, dat geeft zuurstof aan de vissen. Dus ja, allemaal door de vissen. Dat hebben jullie al gezien. Maar hierachter komt de video van mijn avontuur op de bruggetjesim. Ik heb al mijn spullen weer klaarstaan om te vissen. Het is Peter Beensterdag en voor de top 6. Ik heb allemaal verschillende dingen gekocht. En een bril, een powerbank, nog een powerbank, die laat ik zo straks zien. En dan gaan we vissen vangen. Tot zo met het opzetten van de spullen. Nou, dat eventjes ingooien. Dit is de vorige keer met Henk Jelis. Filmpje, als je die nog niet hebt gezien. Prachtig filmpje. Het is erg leuk om te zien. Ik ga dicht bij die boom. Open op een vis. Vani weet al dat ik iets lekkers heb, maar dat krijgt hij natuurlijk niet. Hoe lekker. Dat is alleen maar voor de karpers.
even kijken. Ik zat aan dit, dat riet te denken. Maar ik heb hier ook al bij die boom. Dus ik kan hier ook gaan halen in het midden. Dan heb ik daar ook al. Zo is het ook hier nog eens. Ik ga iets verder. Dat is in het midden. Ik ging niet uit, maar daar heb ik hem niet gehoord. Misschien zien jullie het dan. De belletjes. Ik heb sowieso vis op af. Komt hij weer. Ja, die wil wat eten. Nou, dat zou goed. En dan heb ik een bolieprikker. En dan nog een vis. Nou, kijk eens, dit is hem. Schuimpje erop. En koe een beetje erop. En die andere, daar is de... De haken en de her er alles af, dus dan moet ik even monteren. Maar deze gaat er vast eventjes in. Tot zo. Hoop dat daar geen bier bij zit. Nou, mijn stokken liggen in het water, allebei. Wat botsen op. Spulletjes een beetje opgeruimd. Ook Cornelis is er. En Jelina is er. We hebben wat nieuwe spulletjes gepakt. Dat ga ik zo laten zien. Geen shout-out vandaag. Nou, eerst is deze, de powerbank. Het is een licht, is dit. Dat laat ik jullie allemaal 's nachts eventjes een keertje zien. Een oplader, aan een huisknop. Ja, en als hij hier rood wordt, dan laat hij op. Hij is nu drie vakjes heeft. En dan kun je hem opladen met je kabeltje. En ja, hij kan licht van die schijnen. Deze is ook licht. En ook met opladen is er ook een powerbank. Allebei van Fox. Deze twee. Dit is een bril van Fox, die heb ik nu op. En daar ga ik net even te duren om de kar te bewaren. Ik heb een beetje te vaag karpers gezien bij mijn stek van die boom. En dan kun je met karpers zien dat je karpers ziet. En dan kun je hem eigenlijk stalken en naad je voer in. En dit is de powerbank, maar die heb ik altijd al. Twee powerbanks. Dus dat was het maar. En ja, hier heb ik veel aan. Hier heb ik eventjes drie licht. Een joke op mijn hoofd en een bouwlamp. Als ik benacht ben, en dan moet ik wel wat licht zien natuurlijk. Wel eventjes wel zien wat ik aan het doel zet. En ja, hopen op een karper en hopen ook op een lijfrun. Ik heb hem al aanstaan, dus we kunnen eventjes gaan wachten als hij afgaat. Want hij ligt perfect op een plekje. Daar aan de overkant. Van de overkant aan de links van mij, daar was de vorige keer, heb ik daar twee keer gevist. Als je die vlog ook nog niet gezien hebt, kijk die ook gauw. Hartstikke leuk als je die ziet. Daar hebben we twee zieltjes van Cornelis en eentje van een karper. En daarvoor hebben we ook nog met Evert, die hadden twee, boven de 20 pond. Eentje van 20, eentje van 25. Ik had er eentje van de 21 was van. Dat was erg gezellig met Evert. En met Willem Bakker. En nog wat een paar mensen, vrienden van Evert erbij.
dat nog een keer een vis. Als je dat nog een keertje wil, moet je even een reactie achterlaten in mijn video. En dan doe ik mijn best om een keer de tijd te maken voor jullie die mij wil vissen. En wie met mij wil vissen. Je moet gewoon een eigen bodem meenemen. En tot zo hebben we misschien weer een vis. Mijn afspraak, ik ga eventjes aan de overkant. Even kijken als ik daar karpers kan spotten. Er zijn ook jonkies. Hopen dat die niet weggaan. Even kijken als ze niet weggaan. Proberen we zoveel mogelijk weg te gaan lopen. Dat is leuk. Ik kom wel heel dichtbij. Ik doe niks. Ik doe echt niks. Jammer dat hij weggaat. Ik wil je niet belasten dat je weggaat. Hè? Sorry. Zie je mijn draad ook daar ook? Kijk, zo wil ik ook een foto maken. En dan met mijn tent. En als een beetje mijn haar gegroeid is, dat ik hem in mijn knoetje ga doen. Dan ga ik pas zo'n kaartje maken. Je kunt nu goed zien als het, dat het zwart in zijn en geel. Hartstikke leuk om te zien. Dan komt er nog eentje aan. Kan ik die karpers pakken? Hier lig ik bij die boom. Kijk, als jullie het ook kunnen zien. Misschien een beetje wazig. Nou, komen jullie niet te zien, denk ik. Zie ik daar een karper? Met een pittig spul daar ook. Is dat geen karper? Waar nou die eentjes zijn? Nee, dat wel. Wat zou het? Misschien een vis. Mooi nog. Ja, Pieter. Ja, ja. Ja, ja. Kom zo meteen even mee. Top. Tot zo. Nou, even kijken hier. Naar elkaar even spotten. Wat denk je? Ja. Hier zat hij de vorige keer ook. Aan de overkant, zeg maar. Daar ook. Waar ik de film in het midden. Van het beeld. Maar ik denk dat ik hier of daar het kaartje ga maken. En dan met mijn tent en alles. En dan heb je de fysieke vissen erop. En dan, dan wordt het een kaartje. En dan ga ik ook een groot bord maken wat in mijn kaart past. En dan kun ik die dan ook bij elkaar neerzetten. En dan komt dan Pieter fysieke vissen. Abonneer voor meer op mijn YouTube kanaal. Als ik bij de 800, 900 abonnees ben, dat weet ik nog niet. Dan ga ik daar stipjes van maken. Misschien van Camo. Ik weet niet of die man dat kan regelen voor mij. Camo stipjes. En anders dan doe ik het witte stipjes. En met die foto erop, maar liever doe ik het met met Camo stipjes. Maar het moet ook niet te duur worden natuurlijk. Want dan wordt het voor jullie weer te duur. En een beetje aan sponsor, hè. Dus die foto komt daar ook op te staan. En mijn naam en mijn, ja,
net als van Pieter Visser Caravfishing op een heel veel meer. En like op mijn YouTube kanaal. Dus dat wordt een erg mooi kaartje en erg mooi shirtjes. Misschien ook broeken erbij of jassen, dat zie ik wel. Tot zo, misschien met een vis. Kijk, dit lag zo op de grond. Zien jullie dat eventjes zo neerleggen? Een beetje beter indrukken. Dan kan het er allemaal zo eventjes in. Dan staat het wat net er allemaal. Je wordt altijd allemaal rommel achtergelaten. Dat vinden mensen niet leuk. Altijd je rommel opruimen. Na het vis. Tot zo. Je hebt nog meer, jongen. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Allemaal gaan ze achter de moeder aan. We gaan nu sneller omdat ik echt dacht dat hun dachten dat ik achter hun aan ging. Wat een jongen. Ja, je moet ook vis opleveren hoor, sowieso. Nou, ik ga even just mijn lijn iets slopper zetten. De wind is een beetje gaan liggen. Niet te slap. Want anders dan kan hij in de boom gaan vallen. Sneller in de boom gaan vallen. Even kijken. Dit moet in mijn autisme. Hè? Moet het. Eigenlijk moet je in de nacht je tuters uitdoen. Kijk. Dan hebben ze geen last van jouw geluid. Dus lap genoeg. Dan hebben ze niet last van lijndruk. Top. Open op de lijfrun. Even een vis in het water. En dan een vis in het net. Op de aldaarmaat hem te laten zien. Hopelijk. Tot zo. En als die weer op is, deze. En deze ook nog. En hier achter zit er licht. Misschien kun je het zien. Ik zal hem even aanzetten. Dit is weer te dicht. Ja, dus dat zie je hier. En dan. Daar moet je echt niet in kijken, want dat is echt niet goed voor je. Dan kan hij weer minderen. Waarom dat er op komt, dat weet ik niet. Het is in ieder geval licht. Zie je dat? Echt een verder ander ding. Inhouden en dan krijg je rood. En dan knipperen. En dan uit. Ik ga hem even in de zon leggen. En als je rood wordt, en dat is hij nu, aan de linkerkant, die is nu rood, dan laat hij op. De telefoon is nu 45, dus ik zet hem even op te halen. Stel, ik ga hier zo aan. Het topding, kijk. Best even. Dan moet ik deze hebben. Dus ook deze eventjes eraan doen. Dan zet ik deze er eventjes aan. Dat zou misschien met een run. Met een garapper, de drill. Toetje kijkers, zie je die blauwe licht? Dat is één toetje, die linker. Ik had het al verwacht hoor, die linker. Gaat die jas van gaan. Kom op kijkers. Oh. Ik knoop in mijn lijf, hè. Ik zit muziek aan het luisteren, maar... Ik wil eigenlijk muziek luisteren. Een andere telefoon en dan... Een andere telefoon gaan filmen. Dat ik dan een live van krijg, maar... Ja, camera's. Dat is, ik weet niet hoe ik dat moet uploaden met mijn telefoon. Dus ja,
met die boom dingen. Maar ik weet niet hoe ik dat moet bewerken met de computer, met de iPhone wel. Met deze telefoon. Ze zitten erbij. Top. Tot zo. Kijkers, ik heb beet. Ik heb beet, kijk eens eventjes. Kijk eens eventjes. Ik denk dat dat braaf is. Karper. Hij heeft zich vastgezwommen, maar ik heb er één. Een karper. Ja. Niet de volledige rug. Ik kon hem zo oppakken. Ja, het is karper. Het is karper, kijkers. Het is gewoon karper. Oh, lekker hoor. Lekker is dit. Oh, dit is een geweldig gevoel. Eventjes een middagje vissen. En dat hoort zo met een kromme stok. Toppie, we hebben er een. Ah ja. En dat is geweldig. Een geweldig gevoel. Dat is vissen. Bijna het leukste sport van alles. Maar dit is toch wel het leukste. Een karper die intrapt in je voer. Even mijn net pakken, want die ligt hier. Even dus nog in het net. Hij moet in het net gaan. Hij heeft erin, is erin getrapt. Ja, ja. Yes! Yes! We hebben er één. Ja. Lekkere karper, jongens. Kijk eens even in het net en daar houden we van. Ik kan niet meer wegzwemmen. Oh, toppie. Lekker hoor. Lekker gevoel is dit. We gaan hem eventjes laten zien. En daar is Topmaat aan ontdaagmaat. We laten hem eventjes rustig. Want anders kunnen we niet op aan ontdaagmaat leggen. Ik ben er erg blij mee. Tot zo. Ik denk dat hij veel gevangen is. Niet de volledige, wel jammer. Maar ja. We hebben een karper. En daar gaat het om. Dit is onderlip. Deze eruit. Dan gaan we hem laten zien. Nou, kijkers. Kijkers, kijkers. Oh, wat mooi. Hij was eventjes wild. Maar kijkers, denk ik, jullie. Dit moesten we ook hebben bij onze film. Dat zou echt een geweldig gevoel weten. Hè? Ja. Even wel dichterbij. Kijk eens even, kijk eens hoe groot de vis. Ik denk dat hij wel 20 pond is. Toppie, hè? Oh, top. Mooie bek. Kijk eens maar eventjes in de camera, karper. Mooi, hè? Kom je ook even op de bal. Toppie. We gaan hem weer terugleggen. En dan zien we zo weer terug. En misschien weer de karper weer. Oh. Nou, top, kijkers. We gaan weer terug, hè. Even op film. En, we gaan nu verder bewegen, want we staan even lekker even muziek aan het luisteren. En dan gaat hij af. Toet, toet, deed hij alleen. En toen dacht ik van nou, ik ga meteen even filmen. Maar dan gaat het niet volledig run. Dat was niet zo sterk. Dus we hadden ook even een klein beetje live run. Dus dat komt in de intro. Ik ben hartstikke blij. Hartstikke blij dat Kenny's ook eventjes is. Ik kan die even filmen. Eventjes mijn nieuwe spullen eventjes laten zien. Die heb ik al aan jullie laten zien natuurlijk. Dus tot zo. Misschien weer met... Nou kijkers, ik sta hem terecht. Die linker weer. Even iets bij de andere bij die stenen daar. Daar heb ik hem neergelegd. Hopelijk op een live run. Ik zag hem terecht. Twee tuutjes kreeg ik, maar ze trekken niet zo hard, want ze zijn een beetje ja, lui zeg maar, omdat het zo warm is. Ik zag hem trekken, open op de tweede vis, en op de lijf. Laat hem even lopen.
backpackers. Ik heb alles eventjes gekeken als ik niks heb vergeten. Ook alle rommel opgeruimd. En hier heb je nog een kooksterretje of een vuurkorf. En dan gaan jullie, als ik weer in de nacht ga, dan gaan jullie dat zien, dan ga ik dat gebruiken. Ik weet nog niet wanneer ik weer voor de nacht ga, maar dat zien jullie wel. En fijn dat jullie hebben gekeken naar mijn YouTube kanaal. Geen vis, een karper en een paar tuutjes. Voor de rest heb ik niets meer gehoord. Maar zo sluit ik de video af. Abonneer voor meer en like op mijn YouTube kanaal. En als jullie nog niets hebben gezien met mijn filmpjes, kijk die ook gauw, en dat is erg leuk. En vertel het aan je familie en vrienden. En dat ik ook shirtjes ga maken en kaartjes en bordjes. Dat ik er alles aan doe om zoveel mogelijk abonnees te krijgen. En tot de volgende keer.